Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we dat er nog een aantal wolken over Nederland trekken, maar dat zijn vooral stapelwolken en die leveren her en der een buitje op. De meeste plaatsen zijn er echte brede opklaringen en dat betekent dat de zon dus schijnt. De zon heeft de overhand vanochtend, maar houd de regenradar dus wel in de gaten, er kan dus een enkel kortdurend buitje vallen. Vanmiddag neemt het aantal buien verder af en wint de zon meer terrein. Al met al is het dus schitterend weer vandaag. Het wordt zo'n 11 tot 13 graden, de wind komt uit het zuidwesten, stelt in het binnenland weinig voor, en ze is die windkracht 5 en in de vroege ochtend nog even windkracht 6. Vanavond blijft het helder, beginnen de temperaturen alweer flink te dalen, maar in de nacht gaat het in het westen en noordwesten.